Ik heb dan ook namens de KVB de eer om twee onderscheidingen uit te reiken. En ik mag zeggen, de twee hoogste in de provincie Groningen. Ik zou graag willen als eerste dat Henk Poort even naar voren komt. Henk, voor ons een bekende scheidsrechter in de regio. Henk fluit sinds 1996 bij de KVB. Henk, die ik als kleine jongen leerde kennen in de Noordse straat. En hij had altijd al een beetje leiding over zich. Als jeugdige ging Henk voetballen bij Eensboys. En ook daar begon hij jeugdwedstrijden te leiden. Dat ging hem goed af. En op een gegeven moment wilde hij het ook proberen bij de grote mannen. En wonder boven wonder, ook dit lukte aardig. Eerst de reserveklassen en daarna standaard vierde en vijfde klasse. En heel af en toe een derde klasse. Dit is het niveau dat Henk goed aan kan. Misschien had er nog wel wat meer in gezeten, maar hij was soms een beetje te lief. En zag wel eens wat door de vingers. Ook het lopen was niet altijd het sterkste wat Henk had. Ook Henk heeft de handicap als het aflopen heel gezellig is in de kantine, dan wil hij nog wel eens blijven hangen. En dan vindt een dansje op een tafel regelmatig plaats. Dit hebben we binnen de KVB regelmatig met elkaar besproken, maar het enthousiasme zit er nou één keer in en als dat pilsje 1, 2 of 3 wordt, dan is dat dans er zeker bij. Eigenlijk moet ik, en wil ik het ook even noemen, veel respect hebben voor Henk. Henk, die een aantal jaren geleden de ziekte kanker heeft overwonnen en nu nog wekelijks op de velden staat om zijn partijtje mee te fluiten. Diepe, diepe bewondering daarvoor. En het is mij ook een grote eer om Henk te onderscheiden met de gouden scheidsrechterspeld en natuurlijk daarbij behorende certificaat. En hij heeft het natuurlijk al wel een klein beetje doorgehad in de loop van de middag, want er kwamen steeds meer mensen hier die hij toch wel kon. Ik wil graag vragen of Maarten van der Wal ook even naar boven. Maarten, die sinds 1986
voor de KVV geregistreerd fluit, maar ik sprak een half jaar of een jaar geleden met hem hier stiekem, daar heb ik wat opgeschreven, maar hij zegt dat hij al sinds de jaren 70 fluit. Zal ongetwijfeld zo zijn. Een opsomming leert dat Maarten in het verleden op redelijk niveau heeft gefloten en wel de tweede klas. En dat deed hij met heel veel passie en dat had men bij de KVB natuurlijk vrij snel door. En Maarten werd gevraagd om de wedstrijd Nieuw-Buinen Mamio voor de beker te gaan fluiten. Dat dit niet de minste wedstrijden zijn, dan begrijpen jullie, dat is ook aan het gelach te horen. Dan gebeurt er nogal wat. Maar Maarten had geluk, hij had ook een rapporteur. Dat was zijn grote vriend uit Delfzijl, Ellert Schipper. Helaas is hij niet meer onder ons. En ja, zoals zo vaak bij dat soort wedstrijden, maakte de keeper maakte hens. En wat was het gevolg? Want Maarten zag het goed, hij werd uit het veld gestuurd. Dat is op zich niet zo erg, alleen als je dat met Mamio doet, dan weet je dat er heel veel op je afkomt. En dat kwam er dan ook bij hem over. Het ging zo ver dat men bij de KVB bang was dat Maarten zou gaan stoppen. En hij had s'avonds had hij aan een lavenman aan de telefoon en met een modderman had hij aan de telefoon om te vragen van je blijft toch alsjeblieft wel doorgaan. Want in die tijd, en nu nog steeds, had en hebben we veel vertrouwen gehad in Maarten in het leiden van zijn wedstrijden. Ook af en toe wordt hij wel eens een klein beetje in het ootje genomen. Want ik... Nee, nu niet, Maarten. Want op 5 mei 2013 werd Maarten door de KVB natuurlijk gestuurd naar de wedstrijd SGO Kiel Windeweer. Het was toen zo dat als er 8 spelers waren, dan kon je voetballen. Ze kwamen met 9 man aanlopen. En al vrij snel, na een paar minuten, viel er al iemand geblesseerd uit. En de wedstrijd was gestaakt. Hij had het kunnen dromen natuurlijk, want met zoveel man, dan gebeurt dat gewoon. Ik heb even uitgerekend hoeveel, wat nog even benoemenswaardig is. Maarten die is niet alleen scheidsrechter geweest, maar die is ook assistent scheidsrechter geweest. En het mooie ervan is dat ik mij heb laten vertellen dat Maarten Erik Braamhaar, de welbekende scheidsrechter inmiddels in betaald voetbal, die heeft hij een beetje les gegeven. Maarten heeft Erik de eerste stappen met de fluit geleerd. En wel bij de beloften van GVV toen. Daar is hij zeker een beetje trots op en dat mag hij ook zijn. Ik heb even ongeveer uitgerekend in al die jaren dat Maarten heeft gefloten, heeft hij ongeveer 1000 à 1100 wedstrijden voor de KVB gefloten. En dit is natuurlijk een bijzondere, een hele bijzondere zaak. En het is mij dan ook een bijzondere eer dat ik namens de KVB aan Maarten de hoogste onderscheiding die je als scheidsrechter in het amateurvoetbal kan krijgen, mag uitreiken. En dat is scheidsrechter van verdiensten. Maarten, van harte gefeliciteerd. Ik begin even met jou, want als ik jou zo zie, dan heb jij de meest indrukwekkende spel opgespeld gekregen van Roep Volkersma. Volkomen onverwachts, denk ik, hè? Ja, was dat ook. Echt een verrassing. Ja, hoe groot? Vermoed je iets of zeg je van, nee, ik wist helemaal van niks? Nee, ik wist van niks. Nee. Jij dan, Henk? Nee, ik ook niet. Ik kwam hier eigenlijk voor Maarten. Roep belde mij. Zaterdag ging komen bij Rovide.
Ze hadden wel maten in het zonnetje gezet voor KVB. Nou, prima. Niet weten dat jij zelf een slachtoffer zou worden? Totaal niet. Ik wel nagedacht van, nou, ik ben ook al wat jaren bezig als scheidsrechter. Ik denk, maar nee, totaal niet op gerekend. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar mannen, even naar jullie beiden tegelijk dan maar even. Ik denk een heel mooi bewijs van wat je in de afgelopen jaren hebt gepresteerd. Tuurlijk. Ja, sowieso, tuurlijk. Ja, het is een mooie hobby. Ja. Ja, blijft het nog steeds leuk? Ja. Ik vind het nog steeds leuk, ja. Ja. Als het niet meer leuk blijft, dan moet je stoppen. Huh? Ja, dat is ding dat zeker is. Henk, voor jou, voetbal van nou, zeg maar een jaar of 20, 30 geleden en nu. Wat is daar het grootste verschil in? Goeie vraag. Toen werd het heel stil. Zal ik Maarten even vragen, dan kun jij er even over nadenken. Maarten, wat vind jij, wat is het grootste verschil? Ik vind dat het allemaal veel sneller gaat nou. Het spel gaat allemaal veel vlugger. Dat kan je wel merken, van nou en van jaren geleden. Dat het niveau wel weer hoger ligt. Is de mentaliteit, zal ik het zo zeggen, dan is de mentaliteit van de spelers ook drastisch veranderd in de afgelopen decennia? Ja, vind ik wel. In de tijd dat ik nog zelf keeper was bij Ainge Boys nog, in tweede mentaliteit. Als ik 2 keer niks te doen heb, dan heb ik een klote weekend, zomaar gezegd. Want ik word een vrij. Oh, een keer een weekendje vrij. Nou, je zegt het zelf al, je bent keeper geweest. Was jij ook zo fel op scheidsrechters toen jij zelf nog niet floot? Ja, maar ik zal het nooit uitschelden. Ik was echt van, hey, scheids. Maar ja, dat zit er eenmaal in. En dit doet het nog. Maar ik ben ook assistent scheidsrechter bij NEC 2. Dus ja, soms zeg ik ook nog wat, hey, scheids. Ja, dat zit er toch in. Ja, als jou dezelfde vraag, Maarten. Jij bent ook assistent scheidsrechter geweest. Ja, we kennen je eigenlijk niet anders dan met een vlag of met een fluit in de mond. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, de hoofdklas gevlaagd. Met de beloftezoon. Dat zat ook in onze pakketzoon. Dat was wel een ervaring. En dan kom je naar zo'n stadion, daar zijn wel niet veel publiek. Maar toch, met zo'n Roegel en vanmiddag met Van Erik Bremer, die stond op punt om over te stappen naar betaald voetbal. En dan mag je daarbij vlaggen. Ja, dat vond ik wel neer. Ja, vond ik leuk. Nou, is dat ook voor jou dan het hoogtepunt geweest in de achterliggende carrière? Nou, ja, wat zijn de hoogtepunten? Ik bedoel, je hebt ook wel een kampioenswedstrijd gehad of beslissingswedstrijd, zeg maar, om kampioenschap of degradatie. Dat was ook altijd leuk. Ja, zo had hij wel een beetje gemengd, laat ik zo zeggen. We zullen het niet verder vertellen, Henk, hoor, aan niemand. Maar heb je wel eens een fout gemaakt waarvan je zei van, oh jongen, wat heb je nou gedaan? Ja, iedereen, wie werkt maakt fouten, zeg ik altijd. Dus, maar ja, het is gebeurd. Je kan er niks meer aan doen. Ja, noem er eens een. Durf je dat? Ja, een keer waar ik wel een penalty moest geven. Had ik hem ook eens gegeven. Toen gaf ik later nog een cornerbal. En voor mij was dat nog om te nog bij Neptunia. Ja, daar krijg je net eigenlijk misschien spijt van. Ik kan hem toch op een stip moeten leggen. Ja. En jij nou, Maarten? Ja, het is niet van niks. Je hebt wel een keer dat je een wedstrijd hebt gefloten. Zet je in de auto dat je dacht van, goh, heb dat wel goed gezien? Hè? Dat je een beetje een dubieus doelpunt, dat een assistent vlaagt en dat je zelf waarneemt, dat je zegt van nou, ik heb beter gezien. Maar dan zit je wel in de auto en dan denk je van, goh, ja, misschien heeft iemand ook wel goed gezien. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk. Ja, achteraf is makkelijk praten, zeg ik altijd. Toen hadden jullie natuurlijk niet de techniek die ze nu hebben van doellijn en nou, noem het allemaal maar op, video referees en zo. Zeggen jullie allebei, begin ik dan maar bij heen, is dat een goede ontwikkeling dat men die techniek nu wel heeft? Dat moeten ze bij alle wedstrijden doen, niet bij Ajax Feyenoord of Ajax PSV, want dan maak je het verschil. Ja, dan blijf je natuurlijk wel houden, Maarten zegt dan, dat natuurlijk bij het amateurvoetbal gewoon onmogelijk is. Ja, het amateurvoetbal, dat zie ik direct nog niet zo. Dan moet men maar gewoon accepteren, ja, die beslissingen die genomen worden. Zoals het nou is. Maar ik vind wel, maar dat zal wel niet lukken, omdat er veel te min scheidsrechters zijn. Maar het zou mooi zijn als een bepaalde groep waar wij in fluiten, dat je daar assistenten hebt. Dat fluit een stuk makkelijker. Huh? Ja. Ik bedoel, nou heb je altijd met clubmensen te doen. Ja, en als je kent van ook, dan doen ze het. Zo is dat gewoon. Ja, is dat waar, Henk? Ja, dat is waar. Klopt. Ik doe het zelf ook. Geef ik ook toe. Je bent clubman. En ik denk dat op dat moment niet naar als scheidsrechter, dan als assistent. Dan ga ik een vraag aan. Hoeveel punten heb jij verdiend voor je club in het verleden? Dat moet je aan de spelers vragen. Heren, ja, jarenlang fluiten, jarenlang langs de lijn, ja, in het veld, noem het allemaal maar op. Hoe ziet de toekomst eruit voor jullie beiden?
Nou, ik ga nog wel even door. Hoe lang wil je nog doorgaan dan? Nou, dat ligt aan de gesteldheid van mijn lichaam. Maar zoals het nou zit, lijkt dan wil ik nog wel even door. Ik zeg, gisteravond nog bij Omroep Max nog in het programma bij Jordan Kuiper zit met een oude man daarna van 90 jaar. Die vloer alle week nog zijn partijtje. Dus ik denk, nou, dan kennen wij nog een poosje door. Ja, geldt dat voor jou ook, hè? Net zo, gewoon doorgaan. Ze noemen dat ook wel eens sterven in het harnas, hè? Dat klopt, ja. Dat geldt voor jullie allebei? Ja.